duidelijk, ja, hè? En vandaag, 16 december, de eerste ludieke actie van de Dutachauffeurs. De kerstattentie en het gratis kopje koffie. Op het Koning Willem II stadion in Tilburg, waar we eigenlijk niet mogen staan. En we nu langzaam aan het opbreken zijn om buiten de poort verder te gaan. We hebben zeker al een grote groep chauffeurs gesproken. Het is echt leuk ontvangen. En mensen vinden het leuk om iets te krijgen voor de kerstmis. En wij gaan nu met de tent naar buiten het hek en gaan onze actie verder voortzetten. En volgende week nog vier locaties. Opbreken die handel. Nou, we zijn aan het opbreken. Deze actie is ten einde in Tilburg. Opbreken? We hebben ongeveer 20 chauffeurs gesproken. De actie is erg leuk ontvangen. We hebben ook de chauffeurs gezegd dat we bezig zijn om hun lonen te controleren. Alle chauffeurs hebben daar goed op gereageerd. En geven ook aan dat ze ook graag hun loon gecontroleerd willen hebben. De directie heeft wel afgesproken dat dat ook zal gebeuren. Maar goed, we willen het nog wel graag gecontroleerd zien en dat willen de chauffeurs ook graag. Dus een leuke actie tot nu toe en we gaan volgende week weer verder. En dan hoop ik nog meer chauffeurs te spreken. De FNV komt naar de zon deze winter. Joho, joho.